Hoi, ik ben Wouter namens Chesscool TV en ik sta hier naast Tiani Ousmane, Rolf Korstjens. En jongens, waarom staan jullie hier? Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben net tegen elkaar een partij geschakt. En? Nou, ik heb dat uiteindelijk gewonnen. En hoeveel punten heb je nu? 1. 1. Dus dat betekent dat jij er 0 hebt, toch? Ja. Dat is niet veel. Wat ga je eraan doen? Ja, natuurlijk gewoon nog 7 rondes winnen. En dan komt het wel goed. Dus als je er 7 wint, dan ben je waarschijnlijk gewoon kampioen? Dat weet ik niet. Dat zal vast wel. En denk jij nog dat jij kampioen kan worden? Nee, denk ik niet. Waarom niet? Nou, omdat je hebt Thomas Beerts, Tycho Dijkhuis en die zijn wel heel erg goed. Dus... Maar jij bent toch ook heel erg goed? Nou, niet zo goed als Thomas Beerts en Tycho Dijkhuis. Maar met schaken begin je altijd gelijk, hè? Je weet me nooit. Ja, oké, dat is waar. En hoe is de partij gegaan? Nou, in het begin kwam het een beetje vast te staan. En toen probeerde Tijani een kwal over. Alleen het pakte uiteindelijk niet goed uit voor hem. Ben jij het er mee eens? Ja, ik dacht dat ik een dame kon insluiten, alleen dat was niet zo. Dus eigenlijk heb je een beetje je eigen graf gegraven? Ja, eigenlijk wel. Dat is niet handig. Nee. En jullie zijn de eerste keer nu hier in Haarlem. Bevalt het een beetje of denk je van nou, ik wil hier nooit meer naartoe? Nou, ik vind het hier wel leuk. Het is gezellig, dus ja. En het weer is zo lekker, hè? Nee, dat niet. Nee, precies. Het is altijd slecht weer in Haarlem, jongens. Elk jaar weer. En vind jij het een beetje leuk hier? Ja, het is gezellig. Allemaal schaakvrienden weer zien. Na een lange tijd. Want jullie kennen natuurlijk al heel veel mensen hier, maar rijden jullie elke dag heen en weer of hebben jullie een huisje of zo? Hoe zit dat? Ik rijd elke dag heen en weer met mijn vader of moeder. Want waar kom jij vandaan? Uit Leiddorp. Dus dat is niet zo heel ver inderdaad. En hoe doe jij dat? Ik kom uit Helmond, maar ik zit met onder andere Thomas Mollema, Misha Sanders en Jan Cox in een huisje in Wijk aan Zee. Dus jij hebt gisteren de geweldige 2 paardenmat van Thomas Mollema mogen aanschouwen? Ja, dat was wel fraai, ja. Wat zei hij erover toen hij dat had gedaan? Hij zei dat hij zelf meteen de schoonheidsprijs ging winnen. Ja, dat is vastgelegd, dat gaat dus mooi niet meer door, Thomas. En als jij dan thuis komt, zet je dan alles in de computer en bekijk je dat lang? Of ga je gewoon lekker slapen en doe je dat 's ochtends? Nou, ik ga meestal voor de partij in en dan kijk ik er even naar en dan ga ik iets anders doen. Lekker je hoofd leegmaken daarna? Ja. En dan 's ochtends probeer je weer een beetje voor te bereiden? Ja. En valt er een beetje voor te bereiden of is er gewoon te weinig bekend van je tegenstander soms? Nou, soms is er wel heel weinig bekend, maar soms kan je ook heel goed voorbereiden. Dus het hangt van de tegenstander af. En er zijn natuurlijk ook meerdere manieren om voor te bereiden. Je kan de tegenstander voorbereiden, maar je kan ook je mentaal voorbereiden. Gewoon goed eten en drinken is ook wel heel belangrijk. En hoe doe jij dat in het huisje met al die schaakgoden? Ja, goed voorbereiden natuurlijk. We hebben allemaal een laptop mee met Frits of een andere engine, dus dat komt allemaal wel goed. Ik wil niet heel ouderwets overkomen, maar vroeger ging je gewoon met z'n allen om een schaakbord zitten en dan liet je de partij zien en dan zeiden mensen er wat van. Maar gebeurt het nog bij jou of is het alleen maar engine aan en kijken wat die zegt? Dat doen we ook, alleen als ze er niet uitkomen dan gebruiken we de engine. Dat is de goede volgorde. En voor de rest gewoon heel veel buckhouses, gok ik, hè? Daar hebben we niet genoeg borden voor. Jongens, leen dan een bord van hier, want zonder buckhouses kan je helemaal niets. Maar gewoon een heel andere vraag. Wat doen jullie naast schaken? Ik voetbal ook nog. Dus jij bent voor Feyenoord, neem ik aan? Nee. Nee? Nee. Jongens. Oké, voor wie ben je dan? Voor Ajax. Ik ga even hier staan hoor. Nee. Nou ja, we hebben het er nog een keer over. En voor wie ben jij? Voor PSV. Ik heb geen vragen meer, jongens. Ik ben helemaal van mijn apropos. Hey, nee, dank jullie wel. En ik hoop dat jullie nog veel gaan winnen. Maar ja, dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen. Dus dat is een beetje flauw. Maar geniet ook vooral. Want het is belangrijk dat je het leuk hebt naar halen. Heb je nog een boodschap voor de mensen thuis? Voor je klasgenootjes of voor andere schakers? Nee, niet echt. Nee. Nou, we sluiten zonder boodschap af, jongens. Hey, succes verder.